Hallo allemaal, het is met Kathleen van Emotanken, een kanaal waarmee dat ik mensen probeer te helpen om te herstellen van emotionele verwaarlozing en narcistisch misbruik of allerlei trauma's in het algemeen. Deze video gaat zeker en vast over narcisme en met name vooral over de tweede fase die plaatsvindt in het patroon wanneer de narcist en de empaat een relatie hebben. Dus de eerste fase is de lovebombing fase en deze video gaat over de tweede fase en dat is de devaluatiefase. De devaluatiefase is de fase waarin de narcist, het woord zegt het zelf, jou gaat devalueren. Dus wat gaat die doen? Die gaat stapsgewijs jouw waarde doen laten afnemen. Hoe gaan die dat doen? Dus door bijvoorbeeld meer kritiek te gaan geven. Dat kan gaan over jou bijvoorbeeld, over jouw uiterlijk. Van, amai, je ziet er vandaag wel slecht uit. Hè? Van, allee, of kleine irritaties waar nooit voorheen iets werd van gezegd van oh, je knabbelt zo luid of moet je nu, gaat je echt met je vork aan je rechterhand vastnemen in plaats van links? Ja, maar in het hoofd van de narcist kan dat niet, want zijn fantasievrouw bijvoorbeeld of fantasieman, die zou dat nooit doen. Hij heeft een beeld in zijn hoofd waaraan zijn partner of kind of werknemer aan dient te voldoen. En in die devaluatiefase gaat er meer en meer kritiek komen. Eerst dat gebeurt subtiel, klein en geleidelijk aan gaat dat meer en meer en meer worden. Er gaat ook meer aandacht komen aan jouw gebreken, aan jouw tekortkomingen. Uiterlijksgewijs zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, ieder mens heeft imperfecties, waar vroeger nooit iets van werd gezegd. Zeg maar bijvoorbeeld, je zit heel vaak de hele tijd krom of zo. Van, zeg maar, dat je zo'n opmerking krijgt van, je zit ook precies de klokkenluider van Rotterdam. Dat je de eerste keer denk je van, maar wat zegt die nu? Want je moet denken, je komt uit die lovebombingsfase. De idealisatiefase. De fase waarin dat jij perfect was. The one. The soulmate. En dan opeens krijg je zo van die opmerkingen dat je denkt dat je volledig verbouwereerd bent van wat gebeurt er nu. Ze gaan ook meer aandacht besteden aan jouw onzekerheden. Dus heb jij, je moet denken, in het begin van de relatie heeft de persoon met narcisme jou volledig gescreend en heeft gevraagd aan jou van wat zijn jouw onzekerheden, waar knap je op af? Ze hebben dat bijgehouden, bij wijze van spreken, in een notitieboek, in een hoofd, of zeg het, misschien dat ze het zelfs ergens nog werkelijk hebben genoteerd op een gsm, of weet ik veel. Maar ze hebben alles onthouden. En ze weten heel goed wat jouw onzekerheden zijn. Als jij bijvoorbeeld ooit iets hebt gezegd over op mijn werk, als mijn baas mij aanspreekt, of voordat ik maandag begin, dan als een opdracht niet helemaal klaar is, ik ben helemaal nerveus dat hij mij gaat bekritiseren. En als hij mij bekritiseert, voel ik mij een nietsnut. Wees zeker en vast dat tijdens de devaluatiefase de narcist jou hierop gaat pakken. En opmerkingen gaat geven van, amai, je baas zal, de maandag komt eraan, je baas zal ook weer tevreden zijn. Hè? Die opdrachten, ik snap niet dat je zo naar je werk durft gaan. Op deze manier. Wat ze ook gaan doen, waar vroeger jouw aantrekkelijke kenmerken waren. Neem nu bijvoorbeeld, je bent een vrouw, je bent heel zorgend en je staat altijd klaar voor je kinderen. Je bent de vrouw die haar carrière aanpast aan haar kinderen, altijd aan de schoolpoort staat, iedere avond een gezond maal op tafel tovert. Een echte typische moeder, waarin ze jou tijdens de lovebombing fase voor hebben opgehemeld. En hebben gezegd van, oh, ik vind dat fantastisch aan u, van hoe zorgend dat je bent. Wees zeker en vast dat nu in deze fase, dat jij gewoon maar een saaie huisvrouw wordt. Hè? Er is, wat voor een leven heb je opeens? Toch? Heb je echt niks buiten je leven dan dit? Altijd alleen maar in huis zitten? En is het dat? Of neem nu dat je degene bent die een echte carrièrevrouw, die heel veel projecten realiseert en die er staat en die er mannetje staat. In de devaluatiefase ben je een dikke egoïst. Het is altijd maar jij.
Ja. Het laatste wat dus, we ook terug zien komen, hoe je dat kan herkennen, die devaluatiefase, is dat je gewoon opeens veel meer genegeerd wordt. In het begin, in die lovebombing fase, je kreeg tonnen van aandacht. Misschien brieven, er werd gebeld, je werd geknuffeld, je kreeg complimenten, je werd... het was een voortdurende stroom van idealisatie. Je kunt dat vergelijken met een soort terug, hè, van een, je wordt geïdealiseerd. Hè. De narcist heeft zijn of haar grandioze zelf en jij wordt vereenzelvigd daarmee. Jij zit ook grandioos, jij zit ook perfect. En voor mensen die bijvoorbeeld dat nooit hebben gekend in een jeugd, die zijn er ook altijd vatbaarder voor. Nu iedereen zoekt op een of andere vorm liefde en goedkeuring buiten zichzelf in de buitenwereld. De hele reclame-industrie is er op gemaakt. Waarom spuiten mensen botox en alles in hun gezicht? Waarom gaan we plastiek in ons kont en in onze borsten steken? Het is allemaal van zie mij, heb mij lief, geef mij aandacht, geef mij erkenning. Het zit in heel veel mensen. Nee? Dus, en de persoon met narcisme, die gaat jou daarvan voorzien in die lovebombing fase. Maar opeens in de devaluatiefase, geen telefoontjes meer, geen berichtjes meer. Vroeger werd er van mij gekookt, wat is die? Dus nergens meer te bespeuren. Ofwel gaat het heel gradueel als slabakken, ofwel gaat het opeens op korte termijn dat je denkt van hoe kan dat nu? Ik wil dat terug. Ja, wanneer vindt die evaluatiefase plaats? Dat is na de lovebombing, of het kan ook geleidelijk aan erin sluipen. Maar vooral, waarom? Waarom word je eerst de hemel ingeprezen en waarom gaat de persoon met narcisme, of dat heb je ook bij verbale misbruikers, hè? Niet iedere verbale misbruiker is narcistisch, hè? Maar verbale misbruikers doen dit ook. Hè? Dat patroon wat ik nu ga uitleggen, dat vindt ook plaats bij mensen die verbaal misbruiken. Maar terug naar de persoon met narcisme, waarom gaat die jou opeens devalueren? Kijk, het allerbelangrijkste wat je echt moet weten, is dat er nooit, met de nadruk op nooit, een echte relatie heeft plaatsgevonden. Alles was een gedeelde fantasie. Je had misschien iets hebben van, what is that woman talking about? Het was gewoon een gedeelde fantasie. De persoon met narcisme is niet in staat, ook misbruikers ook niet, zijn niet in staat om jou als een individueel individu te zien. Ik ga zelfs uitleggen waarom, ja? Maar ze kunnen dat niet, ja? Ze kunnen dat ook niet bij zichzelf. Zij zijn grandioos, ze hebben ook een fantasiebeeld, een fantasieplaatje van hunzelf. En dat gaan ze in het begin doen bij jou. Wanneer ze jou ontmoeten, ben jij iemand die nuttig is voor hen, iemand die voorraad is, iemand die de leegte die nooit opgevuld gaat kunnen worden, die gaat kunnen opvullen. Jij gaat voedsel geven, jij gaat voeding, maar je bent voor de persoon met narcisme geen echte persoon, er is geen sprake van authenticiteit, nee. Voor de persoon met narcisme ben je een fantasiepersonage. Dus je moet denken, de persoon met narcisme ziet zichzelf ook als niet echt, hè. Ze hebben geen realistisch beeld van zichzelf in de wereld, dus ze kunnen dat ook niet bij andere mensen. Dus ze gaan ook van jou een fantasiepersonage maken. Zij zijn grandioos. Zij zijn perfect. Zij zijn meer. En jij moet mee. Jij moet meestappen in die fantasie. En jij zit nu ook een ideaalbeeld. Net zoals hem of haar. Je zit perfect. Grandioos. Ideaal. Het is bij wijze van spreken nemen ze een foto. Tjak. En dan gaan ze photoshoppen. Insta staat er vol van, de fillers, fillers is nog iets anders voor lippen op te spuiten, maar voor u weet ik veel, ik heb het nog nooit gedaan, ik weet het niet. De filters om uw rimpels en zo weg te werken en weet ik veel, dat je er wat mooier uitziet. Dat gaan ze ook doen. En met dat hebben zij een relatie. Met dat, niet met jou,
Dat is een misvatting. En op den duur, je gaat in het begin in de lovebombing fase overstelpt worden met complimenten, met aandacht. Oh, je zijt het, hè? Je zijt het, hè? Wat ik bij u heb, dat heb ik nog nooit gehad in mijn leven. Maar voor de narcist op dat moment is dat ook zo. Die geloven op dat moment ook van dat ze eindelijk de one hebben gevonden, de ware, de ideale. Oh, en ze zijn zo gelukkig, zo blij, want de perfectie is er. Maar weet dat in een gezonde relatie heeft iedere persoon zijn cirkel. Joep, twee cirkels. Ik zou dat eigenlijk hier zo moeten kunnen... Ah ja, hier, voilà, achter mij zijn ook twee cirkels. Heb ik daar ergens achter mij? Ja, je ziet daar zo een stukje hier, die grote cirkel, hè? Die gaat over in die andere. Dus ieder heeft zijn aparte cirkel. We zullen zeggen, daar heeft ene die cirkel en de ander die daarboven. En er is zo'n stukje wat overlapt. Het gearceerde deel. Ja? En het gearceerde deel, dat is de gemeenschappelijke relatie. En los daarvan zijn jullie twee aparte individuen die hun eigen ding doen. Die eigen gevoelens hebben, die eigen gedachten hebben, die eigen hobby's hebben, die eigen vrienden hebben, een eigen leven naast van elkaar. Je doet dingen samen, je doet dingen apart. Ja? En als jij een empaat bent, dan gaat je vanuit een gelijkwaardigheid die relatie aangaan. Niet bij de narcist, hè. Bij de narcist van het moment, zij zien jou niet, ik herhaal het, word wakker. Zij zien jou niet als een individu die apart is en samen, nee. Jij bent één cirkel, er is maar één ding, just one, één. Jij, die snapshot, die getruckeerd is, ja, die, jullie zijn één. Jij zijt ook nu dat grandioos zelf geworden in die lovebombing fase. Jij zit ook perfect, net als mij. Jij behoort mij toe. Maar dan, wat gebeurt er in het hoofd van de persoon met narcisme? De persoon met narcisme heeft zeker en vast kindertrauma opgelopen, ja. Daar is nooit een fatsoenlijke ontwikkeling gebeurd waarin dat... op 2-jarige leeftijd gaat het kind zeggen, nee, alles is nee. En ze gaan zich afzetten, ja. En ze gaan ontdekken, kijk, ik ben ik en ik kan teruggaan naar mama en ik kan weggaan van mama en teruggaan. Het is altijd veilig en het is altijd goed, er wordt van mij gehouden. Wanneer dat niet plaatsvindt, en dat is niet bij alle mensen waarbij dat in de jeugd is misgelopen, dat die daarom narcistisch worden, hè. Dat zeg ik niet, maar sommige mensen om een of andere reden worden wel narcistisch, ja. Wanneer dat gebeurt, wanneer de moeder is bijvoorbeeld emotioneel onbeschikbaar, ze kan niet op een fatsoenlijke manier liefde geven, ze biedt geen veiligheid, ze biedt geen geborgenheid, de moeder kan bijvoorbeeld ook agressief zijn, er kan misbruik plaatsvinden. In ieder geval, er heeft geen gezonde hechting plaatsgevonden en geen individualisatie, geen ik ben apart individu, ja, en ik mag voelen en ik kan mijn gevoelens reguleren. Dat heeft allemaal niet plaatsgevonden bij de persoon met narcisme, waardoor dat die in die unie leeft, ja. En die unie is er ergens ook nog altijd. Die met de mama... is er ook nog altijd maar één cirkel. Ook al is die persoon volwassen. En die mama leeft intern in de persoon met narcisme. Maar jij als nieuwe partner in de lovebombing fase, eerst zit jij de grandioze, het verlengstuk van de persoon met narcisme, het grandioze zelf, perfect, geïdealiseerd. En daarna, onbewust, hè, ga jij de intern ook een rol, een moederrol innemen. En je gaat een strijd voeren met de moeder die in de narcist zit, de natuurlijke moeder, de geboortemoeder, en jij wordt dan de nieuwe moeder. En ergens gaat daar gekeken gaan worden van, gaat jij nu van mij houden? Hè? Gaat jij van mij blijven houden? Gaat je er onvoorwaardelijk voor mij zijn, naargelang wat ik ook doe? Dat gaat uitgetest worden, ja, want de echte mama was dat nooit, de natuurlijke moeder. En er heeft nooit een echte afscheiding plaatsgevonden bij de natuurlijke moeder. En onbewust moet de narcist dat nu bij jou gaan doen. Jouw kindertrauma gaat zich in jou, met jou, opnieuw afspelen. Het gaat opnieuw gebeuren. Ja? En daarom
moeten zij, ze hebben zich nooit kunnen afscheiden van een natuurlijke moeder. En nu gaan ze, moeten zij, gaan ze dat ergens toch op een of andere manier doen met jou. Dus ze gaan jou afwijzen. En dan komen we op de volgende fase. En dat is de devaluatiefase. En ook gewoon, je hebt dat. Dat speelt intern bij de persoon met narcisme. Maar wat ook speelt, ja, is dat jij natuurlijk geen gefotoshopte fantasieplaat zijt. Je zijt een mens van vlees en bloed. Een mens met imperfecties. Een mens met gevoelens. Een mens met wensen. Een mens met andere gedachten. Je zijt een individueel mens. Je kunt toch nooit op geen enkel moment altijd hetzelfde zijn als een persoon met narcisme. Hetzelfde denken, hetzelfde willen, hetzelfde voelen. Altijd perfect zijn. En wij, de empathen, wij weten dat. Wij kunnen dat ook herkennen in onszelf. Van, ik heb andere gedachten. Ja, ik heb gebreken. En ik ben ook niet perfect. Hè? De persoon met narcisme kan dat niet toelaten. Ja, en de persoon met narcisme heeft nu een kwetsuur opgelopen. Want in die lovebombing fase, waarin dat hij werkelijk geloofde dat jij perfect was, the one, degene waarmee het allemaal ging lukken, the love of his life, hè? En dan moet hij gaan zeggen bij zichzelf, ja, maar ik heb hier een inschattingsfout gemaakt. Dat is een narcistisch kwetsuur, dat is een letsel. Ze kunnen dat niet. Ze kunnen dat niet bij zichzelf laten. Omgekeerd wel, hè. Als een paard gaat je achteraf zeggen, na de relatie met iemand met narcisme, gaat je zeggen van, ja, maar, oh my god, allee, hoe komt dat ik dat niet heb gezien? Of daar heb ik een inschattingsfout gemaakt of dat, hè? En je kunt dat ook bij jezelf leggen. Personen met narcisme niet. Hoe gaan zij dat oplossen? Door de waarde bij jou weg te nemen. Dus jij, als jij aan de... Dus ze hebben intern dat ideaalplaatje van jou, dat zit er nog altijd. Maar dan moet extern zien ze nu een individueel persoon. Allee, individueel nog niet, maar ze zien u al meer als iets extern. Ja? Iets menselijk. Iets wat doet en denkt en voelt wat zij niet willen of wat niet in hun gefotoshopt plaatje valt. En dat moet afgestraft worden. Ja? En als zij dat plaatje, dat extern object, want je zijt, sorry dat ik het zo zeg, en dat is heel moeilijk om binnen te laten, maar je zijt niet meer dan een object. Je zijt een gebruiksvoorwerp voor personen met narcisme. Een Photoshop, iemand die nuttig is, iemand die voorziet in dingen. Ja? Maar hoe meer zij jou menselijkheid kunnen afstraffen door kritiek, door jou te negeren, door te zeggen van, ik ben geëvolueerd, maar deze persoon niet, of deze persoon heeft van alles van mij achtergehouden, en ik ben veranderd, maar zij niet, of nee, omgekeerd, ja, zij of hij is veranderd, maar ik natuurlijk niet, dan zijn zij terug grandioos, en dan zijn zij terug perfect. Het zit jij geweest? Jij bent veranderd. Jij hebt dingen achtergehouden. Jij bent vals geweest. En voor hun voelt het echt oprecht aan alsof je door mens te zijn en gebreken en gevoelens te hebben, bij wijze van spreken, met uw vork, met, weet ik veel, hoe eet je normaal, met uw linkerhand te eten in plaats van met uw rechterhand. Je hebt fouten gemaakt, want die gefotoshopte plaat, die doet dat wel niet, hè. En jij gedraagt u nu anders. How dare you? En voor hen voelt het echt aan alsof je tegen hen hebt gelogen, hè? Je hebt tegen hen gelogen. Dat is natuurlijk een projectie, maar dat kunnen ze niet zien. Het is een projectie van zichzelf, want als er één iemand is die tegen zichzelf of haarzelf liegt, is het de persoon met narcisme. Ze leven in een fantasiewereld, in een opgeblazen zelf, waarin dat zij allemaal alles goed doen, waarin de schuld altijd bij de ander ligt. Ze houden zelf tonnen van informatie achter, want als je van het begin alle shit zou weten, dan begint je natuurlijk geen relatie met een persoon met narcisme. Zij zijn degene die liegen. Maar ze gaan dat projecteren op jou. En voor hen voelt het oprecht aan, hè, door kleine dingen. Bijvoorbeeld, zij vinden... Oh, voilà, ik heb vandaag een wit kleedje aan. Zij vinden niet dat een vrouw een wit kleedje moet behoren te dragen. Hè. En opeens komt jij naar beneden. Of je komt terug van de winkel en je hebt een wit kleedje gekocht. Dat zou de fantasievrouw nooit doen, hè.
Daarvoor moet je afgestraft worden. Zij zijn berechtigd om jou daarvoor af te straffen. En op deze manier, hoe minder waarde jij hebt, door menselijkheid te vertonen, door individualiteit te vertonen, maar hoe minder waarde jij hebt, hoe minder hun verlatingsangst. Want dan moeten ze niet meer bang zijn om jou te verliezen, hè? Jij hebt hun belogen en bedrogen door niet te zijn wie dat zij wilden dat jij waart. Door niet perfect te zijn zoals hen. How dare you? Ja. Kortom, weet dat alles bij de persoon met narcisme, je zit niet in een echte relatie. Het is een gedeelde fantasie, ja, dat moet je weten, waarin heel vaak onverwerkt kindertrauma wordt uitgewerkt of uitgespeeld tussen de twee personen, die in verschillende fases verloopt. De volgende fase is de discard fase. Daar ga ik een ander video ook nog over maken. Ik denk dat ik gewoon zo'n serie ga maken met 1. Lovebombing, 2. De devaluatie, 3. De discard en dan de hoovering en de cirkel die deelt het rond en rond en rond gaat. Ja, weet gewoon van dat alles van binnen bij de narcist leeg is. En dat is vervangen door fantasie. En door een nep wereld, een nep plaatje. In zichzelf is leeg, in de buitenwereld is het nep, het is fake. En zij geloven en ze staan ook op die manier met jou in relatie. En wanneer dat jij echt bent, authentiek bent, mag jij afgestraft worden. Want dat kan niet. En los daarvan, ook al gaat het om niet alleen om menselijkheid vertonen, het gaat er ook om van, er is van binnen een gat dat geslagen is, heel lang geleden, en je gaat dat nooit kunnen voelen. Vullen. Maar wat je ook zegt of doet, het zal nooit goed genoeg zijn voor de narcist. Een relatie hebben met een persoon met narcisme is een uitputtingsslag. En heel veel mensen krijgen op den duur fysieke kenmerken, depressies, gezondheidsklachten. Het ontneemt uw levensenergie. En het ontneemt u de kans om werkelijk uzelf te zijn en om gelukkig te zijn. Dus, maar weet vooral dat die devaluatiefase niks over jou als persoon zegt. Al die kritiek, hè, die je misschien ooit hebt geloofd of soms nog gelooft, geloof hem niet. Want dat is copy-paste. Dat patroon wordt bij de volgende gewoon opnieuw zo afgespeeld. Dat is gewoon knip, plak, ja? En wanneer jij uit de picture zit, gaat hetzelfde scenario zich met de volgende afspelen. Eerst de lovebombing en daarna de devaluatie. Want dat gat van binnen, wat daar die separatiefase die met mama bijvoorbeeld nooit heeft kunnen plaatsvinden, dat gaat zich altijd opnieuw uitspelen in die relaties. Dus vooral onthoud, het ben niet jij, het zijt ook nooit jij geweest. Het is nooit jouw fout geweest. Maar het is wel voorna om te gaan kijken van, ja, Lisa E. Romano zegt heel vaak van, plak de ezelstaart terug waar hem hoort. Hè. Jij moet niet rondlopen met een ezelstaart. Hè. Het is niet omdat zij allerlei dingen over jou zeggen. En ook tegen de buitenwereld, dat gebeurt zeker en vast in de discard fase. Ja. Gaan we niet verder. Maar daar gaan we nog verder eens in een ander video over hebben. Maar plak hem terug. Je moet daar niet meer rondlopen. Ik vergelijk dat soms met de zakske. Iemand zegt tegen u, want je zit moeilijk, je zit labiel. Met u scheelt van alles. Kijk naar uw jeugd. Okay, ja, dat zijn allemaal schrettenpeuken, bananenschillen en zo. En wat gaat je zeggen? Dank u. Ik stop met mijn zak. Nee. Laat hun troep op de stoep. Het heeft niks met jou te maken. Niks. Laat het hen jouw zelfwaarde niet bepalen. Jij bepaalt wie je bent. En jij bent goed genoeg. En je zit altijd goed genoeg. En je zult ook altijd goed genoeg zijn. En ik wens u heel veel lief. En heel veel sterkte. En als je er nog in zit, hoop ik dat je eruit geraakt. En ik wens het u toe. En herstel en groei. En kijk naar welke les zit erin voor mij. Wat dien ik hier nog te leren? Dat was het.
Als je meer van deze content wilt horen, kunt je zeker en vast jou abonneren. En ik wens u zoals steeds het allerbeste toe. Veel liefs, Kathleen. Dag.